Yo, kijkers en welkom terug bij je nieuwe FIFA 15 Ajax Career Mode. En voordat ik de wedstrijd ga starten, doe ik even iets anders. Sowieso plug ik even mijn geluidskabeltje wat beter in, zo. Dan hoor ik de game fatsoenlijk. En vervolgens gaan we naar kantoor. Ik zit bij kantoor. Instellingen. En gaan we weer terug naar wereldklasse op 6 minuten. Want professioneel op 4 minuten, ik kreeg al wat commentaar op de lengte van de video's. Het komt afgeraffeld over. Ik deed niks anders in principe. Maar houd er rekening mee dat dat op professioneel op 4 minuten de helften zijn korter. Dus dan worden de video's automatisch korter. Lijkt me logisch. Contracten van de spelers lopen af. Oh ja. Deze gasten hier. Met wie ben ik in onderhandeling en... Met mooie Sander ben ik zo te zien al in onderhandeling Sana en Schöne. Ik ga toch even met Sana onderhandelen voor 2 jaar. Ga ik hem tenminste dan maar goedkoop proberen te verkopen. Schöne. Schöne wil niet onderhandelen, want die gaat dus waarschijnlijk weg. En dat is hartstikke kloten. Maar het is wat het is. In ieder geval, ik zal nog even dubbel checken. Dit staat weer terug op 6 minuten wereldklasse. Soms gaat het tegen zitten, soms gaat het mee zitten. Zo gaat het namelijk ook in het echte voetbal. Dus ja, ik ga alleen in ieder geval proberen. Nou, hij wil zijn opties open houden. Prima, Paraguay worden wij geen bondscoach van. Maar wat ik wil zeggen is... nou ben ik het even helemaal kwijt. Ja, in het echte voetbal winnen teams ook niet alles. Soms gaan teams een slechte periode in. En soms gaat het wel goed. En dat is eigenlijk ook misschien wat er met mij aan de hand was op wereldklasse. Ik gaf een beetje snel op. Maar we gaan het weer proberen. Dus op hoop... Er blijven ook maar berichten komen. Want ik wil weten wat mijn rol bij de club is. Sana, jij wordt dan een... we geven hem een rotatiespelerrol. Wat was de andere? Moisander is geaccepteerd. Top. En wat hebben we hier? Van der Vaart. Zo, klaar. Nou, op hoop van zegen op wereldklasse. Komen we hier met de wedstrijd tegen Dordrecht. Let's go. Op de beker. In de beker. Here we go. Aftrap. Bekerwedstrijd tegen Dordrecht. Zouden we moeten winnen. Op professioneel. Hebben we geloof ik van ze gewonnen. Nee, wacht. Dat was een gelijkspel geloof ik. Ik lijk misschien heel vergeetachtig, maar het is een tijdje geleden dat ik met Ajax heb gespeeld. Ik speel wel mijn eigen tijd met andere teams, maar het is dus ongeveer een week geleden dat ik de vorige opname met Ajax heb gehad. Dus sorry daarvoor dat ik zo vergeetachtig lijk, maar dat valt reuze mee. Al onthoud ik ook niet veel. Maar hier is Dordrecht, gooit de bal voor en we kopten nog niet eens uit, maar we hebben... Oh, goed van Tielemans. En ik zie El Ghazi, komt die bal aan? Die bal die komt niet echt aan, maar El Ghazi neemt over. Kunnen we over de vleugel iets doen? Milik is ook in het midden. De bal gaat voor. Milik liep niet echt in. Dat is nou weer jammer. Oh, goede overname hier. Schöne. Ik zie Fischer inkomen. Fischer kopt wel, maar kopt zacht in de handen van de keeper. Helaas, goede kans. En ik blame Fischer niet. Hij staat nou niet echt bekend om zijn kopkracht ofzo. Oh, veel ruimte daar. Wauw, wat een sterke kopbal. En wat veel ruimte lieten we achter. Goeie paas ook. Mooie goal van Dordrecht. Dat is niet waar ik heen wou. Die paas die moest naar Serrero. Op een of andere reden besloten naar een... Nee, ik geloof naar de linker vleugel gepaast te worden. Ik snap niet altijd waarom de game zo... Oh, danger, danger. Maar het komt nog goed. Oh my god, ik laat te veel ruimte los. En daar is 2-0. 2-0 voor Dordrecht. Wat slecht verdedigd van mij. Daar kan ik moeilijk boos om worden. Ik ben... Jongens, iedereen die dit ziet, geef mij tips voor verdedigen. Want het gaat echt als een ramp nu. Ik ben er misschien ook niet aan mijn hoofd bij. Ik heb een lange stagedag gehad. Wauw, dit is gatenkaas hier. Sillissen red. Oh my god. Dit is... hier word je toch depressief van. Corner voor Dordrecht.
Gaat hier. Kom op, uitverdedigd. Hoe? En nog. Oeh. Ik zeggen, nog heeft Dordrecht zeker bal. Maar hebben we balbezit? Is het rust met het 0-2 achterstand? Wat een ramp. Weer heel veel ruimte. Boylissen verdedigt nog goed, oké. Okay. Misschien een counter, Boylissen. Ik wou zeggen. Oh, oh, Fischer neemt over. Op de vleugel. Milik rent in. Milik is open, maar kopt op de keeper. Wajo, ik word hier afgedroogd door Dordrecht. Geen buiten. Oh, dit is. Woe! Dordrecht weer in de aanval. Waar gaat die bal heen? Oh, hij neemt hem. Oh, hij hield hem. Oeh. De Reffa, dan wordt er gefloten voor een penalty. Maar gelukkig, zoveel pech hebben we dan niet. Twee wissels gemaakt. Van de Vaart komt erin. En Sivkovic komt erin. Milik en Tielemans gaan eraf. Van Rijn is mee op de rechtervleugel. Voorgeven, komt dit aan. Oeh. Sivkovic bijna met de goal. Oh, ja. Oh. Neer is Fischer. Krijgen we hier een vrij trap op een mooie plek? En een rode kaart. Wauw, dat is een beetje overdreven gestraft misschien. Schöne staat klaar voor de vrije trap. Oeh, op de keeper. Ik had eigenlijk wat meer naar de hoek gemoeten. Dat was een beetje strak naar het midden. Maar ik dacht dat ik hem wel goed richtte. Nou, corner. Kunnen we hier misschien iets uithalen? Mooi, Sander is erbij. Nee, dat was niks. El Ghazi. Pas maar terug naar Schöne. Schöne geeft die bal eens voor. Sivkovic. Fuck. Ik krijg die bal er gewoon niet in, jongens. Ik krijg hem. Het is niet mijn wedstrijd. Ik weet dat ik op Willem, wat wou ik nou zeggen? Op wereldklasse kan spelen. Want ik doe in mijn eigen tijd een career mode met West Ham United. En dan sta ik gewoon op wereldklasse. Sta ik vierde in de competitie. Met een team als West Ham. Dus dat moet toch kunnen lukken, maar het wil hier. Nou, El Ghazi. Oh, de pech. De pech is real ook deze wedstrijd, jongens. Raak ik weer niet. Oh, moeilijk schot. Serrero liep in. Kon niet bij de bal komen. Dit wordt gewoon een verlies tegen Dordrecht. In de beker met 2-0. Buitenspel hier ook nog eens. De scheids kan affluiten. Het zat gewoon puur tegen. Laten we het daarop houden. En ik ben niet de beste FIFA-speler, maar je zou het verwachten dat het moet kunnen. Ik vind professioneel te makkelijk. Dus dan ga je toch gewoon een niveau omhoog en dan word je gewoon afgedroogd door Dordrecht. Het is wat, hè? Het is wat. Ja, je mag van mij tijd rekken. Het is toch al over. Here we go. Het fluitsignaal klinkt en we liggen eruit. Uit de beker. Het publiek zal weer pisneidig zijn. Maar dat maakt mij niet zoveel uit. Of ja, maakt niet uit. Het is wel naar. Dordrecht verslaat Ajax met 2-0 in de beker. En dan zijn we hier nu weer aangekomen in een transferperiode. En ik heb eigenlijk helemaal niemand op het oog op het moment. Lasse Schöne wil weg. Dat is behoorlijk naar. We gaan eens even kijken wat we hier hebben. Lasse Schöne, daar is een aanbod. Nou, dit wordt behoorlijk knullig, want hij is een van mijn beste spelers. Dus dan wil ik hem niet voor een hoog bedrag. Of hoog, dan wil ik hem juist voor een hoog bedrag laten gaan en niet voor een laag bedrag. Dat is behoorlijk naar, want nou moet je zo gauw mogelijk accepteren, want hij wil gewoon per se weg. Ik ga toch een tegenbod doen met 9,5 miljoen. Hij heeft heimwee, staat er. Maar dan moet je hem toch ook niet naar de Engelse competitie sturen, lijkt mij. Nou, en we besloten aan het aanbod van Lasse Schöne. Wat? Ze hebben gewoon nu al geaccepteerd, of? Maar het is nog. Sana, die blijft in ieder geval. Niet dat ik hem per se wil hebben, maar hij blijft. Dan ga ik in ieder geval op zoek, denk ik, naar een rechter middenvelder. Want als Schöne weggaat, ik kan er nou in principe Tielemans neerzetten. Die heb ik nog. Krijgt hij dus de speeltijd en dan wordt hij ook beter. Dus dat is wel chill aan de ene kant. Kan die daar eigenlijk ook staan? Laten we eens even checken. Hij kan daar eigenlijk niet staan. Maar we doen het voor nu even tijdelijk.
En dan gaan we op zoek naar een rechter middenvelder. Want dat is hier ook de rol, hè? Ja. Oké. Maar dat zoeken, dat doe ik wel buiten het opnemen. Verder, dit had ik gezegd of in een reactie beantwoord. Was een goede tip op zich. Misschien hebben we hem niet echt nodig, maar ik haal graag oud Ajaxie er terug. En volgens de reactie die ik las, loopt Huntelaar zijn contract af. Dus dan kunnen we hem benaderen om te tekenen na afloop. Dat is machtig veel salaris. Dat gaat hem niet worden. Ik kan hem dus hoogstens dit geven. We gaan het in ieder geval proberen. Geven hem cruciale speler eerste team. In principe hebben we niet echt nodig, maar whatever. Verder, aangezien we hem niet nodig hebben, zou het contract van Sneijder loopt dan denk ik ook wel af. Maar dat durf ik niet met de volle 100% te zeggen. Nee, zijn contract loopt nog niet af. Oké, maakt ook niet uit. Voor nu gaan we in ieder geval naar de volgende wedstrijd. En dat zal worden tegen... We gingen even naar de inbox automatisch. Ik weet zo mogelijk niet tegen wie we moeten. En dat gaat worden. Nou komen we erachter als het goed is. Nog eentje verder. En dan zien we hier iets. Salaris is te laag. Hij wil per se 140.000. Ja, dag jongen. Dat gaat hem niet worden. Utrecht wordt de volgende tegenstander. Denk niet dat hij het bedrag waard is. Ja, dat is leuk voor jou. Dus anders de coach. Ik heb hem af en mijn contract wilde bekijken. Bedankt. Nieuwe kans die je hebt gegeven. En Schöne wil weg. Ja, leuk. Ik wil alleen niet dat Schöne weggaat. Dat is naar. Dat is naar. Ik ga Schöne maar wel gewoon even te koop zetten. Hij stond gewoon bovenaan, jongens. Op transferlijst. We gaan in ieder geval naar Utrecht toe. Want er moet nu nog meer nieuws komen. Die kans zit er wel in. Het is altijd druk. Daar is weer wat. Aanbieding op Bas Dost. 12,5 miljoen. We kunnen hem nu misschien al verkopen voor flink wat winst. Dost gaat een mooie toekomst tegemoet en is een van onze beste spelers. 29,2 miljoen. Maar ik hou hem liever nu nog bij me. Ik heb hem toen gekocht als versterking. Dus no. Dat slaan we even af. Manchester City praat met Cavani. Of ja. Ik sprak wel goed met Manchester City. Want hij speelt bij PSG. Maar oké, here we go. Tegen Utrecht. Let's do this. Hopelijk gaan we winnen. Daar gaan we. FC Utrecht. Na een vernedering in de beker tegen Dordrecht. Gaan we het doen. Gaan we spelen in ieder geval. Tegen FC Utrecht. En hopen op een overwinning. Oké, we zijn in ieder geval hier. Lijken we los te zijn. Moeten we hier omheen? Oh, Sivkovic. Beetje slechte balcontrole. Maar hij krijgt nog een schot op de keeper. Oh, goed die bal overgenomen daar. Tielemans. Naar Sivkovic, Sivkovic. Terug naar Tielemans. Oh, goal. Doelpunt voor Tielemans. Staat in de basiself en pakt gelijk een doelpuntje. Goed ingelopen. Goed gepaast. Goed afgerond. Dat is voetbal wat ik wil zien. Wow, wat de hel is dat? Wat de hel is dat? Ik had verdedigd. En El Ghazi die stuitert de bal heel raar weg. Dat is een beetje cheaterig. Voelt dat hem aan. Maar we hebben hier nog steeds geen vaste bal. Utrecht nog steeds in de aanval. Kom op, verdedig hier nou eens. Ik wil geen tegendoelpunt door rare shizzle. Wat nou gebeurt? Corner voor Utrecht. Kop de bal weg, AUB. Oké, Cillessen stond weg. Bal is nog steeds bij Utrecht. Oh. Bal is nog steeds bij Utrecht. Schot. En dan trapt die bal gewoon een keer weg. Dank je. Oh, dat is een mooi balletje. El Ghazi. El Ghazi moet schieten nu. Oké, daar. Ja, 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 zeker. Fischer met de 2-0. Moeizaam doelpuntje eigenlijk. Of nou ja, moeizaam. Het was via de counter. Maar het leek even mis te gaan. Maar via een manier kwam de bal nog voor Fischer's voeten. Die nu de bal erin heeft gelegd voor 2-0 voorsprong.
Oh, dat is weer niet waar ik heen wou. Die bal had diep hoog moeten naar El Ghazi. Zo leiden we balverlies, komt Utrecht op de vleugel. Hier voel ik het misgaan. Schot op doel. Cillessen redt. Weg met de bal. En het is rust. 2-0 voorsprong op FC Utrecht. Wow, God, nee. Dat is niet logisch. Ik wou gewoon naar het midden. Oh mijn god, waarom paast hij zo ver terug? Dit is toch lomp paassysteem ook dan soms in FIFA. Hoe herkent hij dat? Ik richt überhaupt niet eens terug. Gelukkig komt het nog goed. Oké, en misschien kunnen we hier zo nog iets uithalen ook. Fischer! Ah, op de keeper! Rebound! Nee! Corner voor ons nog, oké. El Ghazi gooit de bal voor. Daar is Tielemans. Komt er niet bij, een schot! Oeh, van Veldman in de handen van de doelman. Ik weet niet waar de scheids daar nou weer een vrije trap in zag. Maar het... Utrecht met een vrije trap. Gaan ze hier iets uithalen? Dat is de vraag. Utrecht gooit de bal voor in de handen van de keeper. Was te ver. Wij gaan direct hier naar deze kant. Hier lijkt het een tikje rustiger te zijn. Paas naar Serrero. Nee, niet naar Boylissen. Je ziet Fischer toch inlopen. Godsam. Ah, was leuk gezien. Maar eigenlijk slecht uitgevoerd. Helaas. Counter misschien voor Utrecht. Al hebben we nog wel verdedigers staan hier. Nou wordt het wat gevaarlijker. In het strafschopgebied. Gaat wat dieper de vleugel op. Komt naar het midden. Veel ruimte voor schot. En dan is het 2-1. 2-1. Utrecht maakt een doelpunt. Oh. Nou, dit is best netjes. Goeie bal. El Ghazi krijgt hem niet helemaal lekker onder controle. Oh. Komt het nog goed uit. Paas hem weg. Fischer. Ruimte voor schot. Op doel. Oh, rebound. Oh, hij mist de bal. Oh. Bijna. Bijna de 3-1. Goed, John. Ik zie Dost gaan. Dit is denk ik buitenspel. Schiet. Het was geen buitenspel. Het was geen buitenspel. Het leek zo duidelijk buitenspel, vond ik. Oh, ik had gewoon naar het doel kunnen lopen. Oh, ruimte hier voor Utrecht weer. Oh, shit. No. Nee. Nee, weg. Nee. Niet zo. Niet op de... No way. No way. Wat nou dan? Wat is de overtreding? Ah, hij duwt hem wat weg. Oh, mijn god. Wat is dit? Waarom hebben we dit nou weer weggegeven? In de 90ste minuut! In de 90ste minuut. Wat een pech. Wat een rotzooi. Wat een... No, alsjeblieft. Hij dook niet eens. Oh, wat baal ik hiervan. We hebben dit gewoon weggegeven. Weggegeven, jongens. Oh... Dat is zo rottig. Kan ik eigenlijk helemaal niet tegen. Dost misschien nog. Dost! Nee, hij schiet naast! Oh! Van 2-0 voor naar 2-2. Oh mijn god, wat een pech. The struggle is real, John. We hebben direct weer bal. Fischer, paas maar terug naar John en de... Fucking scheidsfluit af. Oh, weggegeven. Wat is dit nou jammer. We hadden het in principe in de zak. Totdat we een penalty tegenkregen in de 90ste minuut. We hadden gewoon 13 schoten. 10 schoten op doel. Jongen. Ik bedank jullie wel voor het kijken. Vond je dit leuk? Ik zeg laat dan een like achter en deel het. En dan check ik jullie graag de volgende video weer. Bedankt voor het kijken. Laters.